Suriname heeft geparticipeerd in de 8e Summit of the Americas. Minister Ildis Polak Bigli van Buitenlandse Zaken, die president Bouterse vertegenwoordigde, zei in een toespraak dat Suriname oproept tot vrede op het westelijk halfrond. Deze oproep is van belang voor de vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling van het westelijk halfrond. Dit meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Suriname heeft in dit kader het belang benadrukt van dialoog voor vreedzame oplossing van geschillen, respect voor soevereiniteit, alsmede het niet inmengen in de interne aangelegenheden van een land. Ons land heeft voorts opgeroepen tot institutionele versterking van het onderwijs en de bewustwording van democratische waarden. De summit wordt om de 3 jaar gehouden in 1 van de landen op het westelijk halfrond. Het gastenland van deze 8e summit was Peru en heeft als centraal thema Democratic Governance Against Corruption.